Vandaag in Eten Ben Ik gaan we lekker fastfood maken. In Amerika worden ermee doodgegooid, in Nederland heb je er niet zoveel. We gaan iets namaken van Taco Bell. En Taco Bell staat bekend om een Mexicaans geïnspireerde fastfood voedsel. Maar wat gaan we nou maken van de Taco Bell? De Crunchwrap Supreme. En een jaar geleden werd je met dit gerechtje doodgegooid. En het is zo'n gerechtje dat ik eigenlijk al best wel lang zou willen maken. En vandaag gaan we dat gewoon lekker doen. Het is een bloemtortilla met lekker vullinkie. En daar zit een tostada. Dat is een gefrituurde mais tortilla. Zit erop. En dan een beetje sla. En dan vouwen ze hem dicht. En dan bakken ze hem in een pan met de kaassaus en weet ik veel wat allemaal. En waarom heet het een Crunchwrap Supreme? Omdat de crunch is het tostada. Als je erin bijt hoor je. Dus de Crunchwrap Supreme. Ik kwam in 2005 bij Taco Bell op de kaart als een tijdelijk item. Maar omdat mensen heel erg fan ervan waren, kwam die in 2006 gewoon vast op de kaart. Zelfgemaakte wrappie, vullikie, tostada, zelf gefrituurd, kaassausje pleur op, vouwen hem dicht, bakken hem in de pan. En dan hebben we een lekkere Crunchwrap Supreme voor je mondje. Lekker man. We beginnen met de buitenkant van onze Crunchwrap. We beginnen met onze bloemtortilla, waar straks alle goodness ingaat, vouwen hem dicht, bakken hem in de pan, wordt gek, wordt fantastisch. Let op, 300 gram witte patentbloem en dat gooi je gewoon zo in een keukenmachine. Daarnaast, dat moet niet, godverdomme. Doe je een dekseltje erop en dan doe je hem gewoon pulsen. Krijg je een soort korrels in je bloemetje, zie je het? 200 milliliter lauw water, dit gaan we langzaam een beetje bij onze boter bloemdingetje doen. En zodra het deegje een beetje bij elkaar komt, zoals dit, stop je hem. En heb je hier zo, heb je een lekker, soepel en mooi deegje. Kijk dan. En hij plakt een klein beetje, maar hij blijft niet heel erg. Zie je, er blijven geen stukjes over aan je hand. Beetje kneden met je hand. En dit mooie bolletje gaan we in vier gelijke stukjes verdelen. We gaan een balletje maken van ongeveer 150 gram. 150, bam. 150, bam. Even een klein beetje opbollen. Pak maar een beetje bakpapier. En heb hier gewoon een bakschaaltje. Pak je balletje. Zo, en die doe je erop. Balletje erop. Die dek je even af, anders droogt heel de boel uit. En dan krijg je droge ballen. En niemand houdt van droge ballen. Laat de uurtje staan, dan gaat dat helemaal mooi hydrateren. En dan krijgen we straks een mooi deegbolletje. Die we straks gaan uitrollen, zo dun mogelijk en zo groot mogelijk. En die gaan we bakken, want dat wordt onze bloemtortilla. Waar al onze shit in zit. En die gaan we dichtvouwen. Geloof me, wordt fantastisch. Nu gaan we de crunch maken van onze Crunchwrap Supreme. Namelijk de tostada, de krokante tostada die in het midden zit. Die ons gehakkie weghoudt van de salade. 330 gram maismeel flikker je gewoon zo in een bakje. 3/4 theelepeltje zout bij. Zo. 350 milliliter gewoon water en dat gooi je gewoon zo erbij. Een vurk en dan ga je gewoon zo alle je maisdingetjes ga je mengen met het water. Kijk, gewoon zo met een vork gewoon lekker prakken. Je pakt je klauw en pak je mengselbeet en gaat er gewoon in knijpen. Je knijpt er gewoon in met die grote knuisten van je. En dan krijg je een heel mooy maisdeegje. Kijk, zie je zo? Huppatee. Dat doe je even in de bak. Zet je bak even 10 minuten opzij. En pak iets waarmee je straks tortillas kan vormen. Dat kan straks zoiets zijn. Kijk, dan pak je een vetvrij papiertje. En die vouw je straks dubbel. Pak je een balletje van je deeg. Die doe je hierop. Klap je hem dicht. En dan pak je gewoon iets plats, iets zwaars. Ik heb hier bijvoorbeeld een ovenschaal. En dan druk je zo. En dan druk je zo je tortilla helemaal plat met deze. Of, net als mij een tortilla pers hebt, doe je het gewoon met een tortilla pers. En dan doe je hier zo een bolletje. Doe je hem dicht. En doe je zo pa. Druk, druk, drukken. En dan heb je een platte tortilla. En als je je mais tortillas dan gemaakt hebt, gaan we ze frituren en gaan we ze krokant maken. Ons deegje heeft 10 minuutjes gestaan. Die heeft helemaal is gaan hydrateren en shit. Je haalt daar ongeveer een balletje vanaf. Ter grootte, net iets groter dan een golfballetje. Zo groot. Zie je het? Zo groot balletje ongeveer. En dan heb je hier je tortilla pers. Doe je bakpapier tussen je tortilla pers. Doe je balletje, doe je in het midden. Druk je hem vast een beetje aan. Doe je hem helemaal dicht. En dan pak je de hendel. En dan doe je zo. Even thee. Dan krijgen we hier een hele mooie. Kijk. Oh. Mais tortilla. Kijk dan. Zet je even een pannetje op. Zo. Vuurtje aan. Gewoon ongeveer een half vingerkootje olie. Flikker je gewoon zo in een pannetje. Pak je een bakplaat met een rekkie en een beetje keukenpapier. Want hier gaan we straks onze tortillas op uitlekken. En dan ga je hem gewoon mooi krokant bakken. Kijk, dat doe je hem zo erin. En dan laat je hem gewoon mooi krokant en goudbruin bakken. Pak je een beet.
En dan draai je hem om. En dan bak je de andere kant ook nog gewoon even krokant. Pak je even je rekkie met het keukenpapiertje. En dan heb je hier zo, dames en heren, eenmaal een mais tortilla tostada. Kijk dan. Oh my god. Die leg je gewoon zo op je rekkie. Heb je hier een beetje zout, doe je een klein beetje zout over je tostada heen. En zo bak je al je mais tortilla's op. Later. Onze kleine mais tortilla's zijn helemaal klaar. We gaan onze grote unit gaan we ook eventjes uitrollen. En die willen we zo groot mogelijk hebben, want we moeten hem vullen. Als je hem te klein maakt, dan zit je te kutten met vouwen en dan barst hij open en heb je er geen reet aan. We willen hem zo groot mogelijk hebben. Dan moet hij ook in een grote pan. En dit is mijn grootste pan. Ik heb hier zo een tortilla pan. Nee, niet de tortilla pan. Dat loopt nou weer. Een paella pan. En dit is de grootste pan die ik heb. Hierin gaan we hem bakken. We gaan hem ongeveer net zo groot als dit proberen te rollen. En dan gaan we hem straks hierin gaar bakken. Pak je een heel klein beetje bloem. Doe je zo over je werkbank heen. Eén bolletje van je deeg. Kijk, en die leg je zo op een bloem. En dan ga je even met je klauwen, met je vingertoppen, ga je hem proberen groot te maken. Pak je een deegrollertje met een beetje bloem. En dan ga je hem gelijkmatig rond proberen uit te rollen. En probeer hem zo dun mogelijk uit te rollen. Een van onze tostadas pakken, en die doen we zo in het midden. Kijk, dan red je het vouwen eromheen en ga je gewoon redden. Je doet je vuurtje aan van je grootste pan die je hebt. Een paar druppeltjes olie doe je zo in je pannetje. Gebruik je je deegroller als een soort houvast. Dus pak een beet en vouw hem eroverheen. Pak je deegbeet en laat je deegje vallen in de pan. Zo, huppatee. Probeer hem een beetje te bedekken. Kijk. Nu bak je hem gewoon totdat er een beetje bubbeltjes op komen, mooie bruine plekjes. En dan draai je hem om, bak je hem de andere kant ook nog eventjes. En dan zijn we al fucking goed op weg voor onze crunch wrap. Pak je een beet, draai hem om, bak je de andere kant ook eventjes. Kijk, en het wordt echt fantastisch. En dan heb je hier zo een hele mooie tortilla. Wat gaan we daarmee doen? Die gooi je op een grote bakplaat. Zo. Je pakt een schone doek en die leg je over je tortilla heen. Waarom doe je dat? Zo blijft je tortilla zacht. En kan je hem straks makkelijker vouwen. We gaan een lekker Mexicaans gehaktmengseltje maken. Heb je hier zo'n 500 gram gehakt, flikker je in een bak. En dan gaan we allemaal lekkere kruidjes aan toevoegen. 1,5 theelepel knoflookpoeder. 1,5 theelepel komijnpoeder. 1,5 theelepel korianderpoeder. 1,5 theelepel geroosterde uienpoeder. Of gewone uienpoeder wat je hebt. 1,5 theelepel paprikapoeder. En we gaan een beetje spice toevoegen in de vorm van chipotle pepertjes. Kijk hier zo, gemalen chipotle. En dan doen we zo 1 theelepel en half. Flikkeren we gewoon lekker erbij. Half theelepeltje zout en een half theelepeltje vers gemalen peper. Pak je klauwtjes en dan ga je zo heel de boel licht mengen door elkaar heen. Kijk zo. Mexicaans gehaktmengseltje. Ook helemaal klaar. En dat mengseltje gaan we nu bakken in een pannetje. Zet je grote bakpan op. Doe je 2 eetlepels olie doe je zo in de pan. Pak gewoon heel je gehaktmengsel. En die gooi je zo in de pan. Pak je een lepel en ga je je gehakt rullen. Rullen wil zeggen je gehakt uit elkaar halen. En dan ga je zo je gehakt die kleinere stukjes maken ervan. En bak je gehakt maar gewoon lekker gaar. Zodat er geen roze stukjes meer in zitten. Gaan we een beetje proeven. Oh, mijn heup verbrand. Gehaktmengseltje helemaal klaar. Gaan we door met onze kaassausie. En dat gaan we doen op de au bain marie manier. En dat betekent dat we een pannetje hebben met water. Dat laten we koken, zetten we dan heel zacht, komt er allemaal stoom vanaf. Zetten we er een bak op en dan wordt die bak heet. En hierin doen we onze kaas en melk. En dan laten we het heel zachtjes smelten en dan hebben we straks een heel lekker sausie. 200 gram jonge goudse kaas flikker je gewoon zo in een bakkie. Watertje kookt, zet je helemaal zacht. Er komt allemaal dampie vanaf. En dan doe je zo, huppatee, die erop. En dan heb je hier 100 ml melk. En die gooi je gewoon zo erbij. En laat dit maar gewoon langzaam smelten. Het enige wat we nog hoeven te doen zijn de overige toppingen maken. Kijk, heb je hier 2 tomaten? Wat ga je ermee doen? Die ga je in blokjes snijden. Doe je in een bakje. Ongeveer 1/4 theelepeltje zout erop. Meng je heel de boel even door elkaar heen. 1 rood uitje en die gaan we snipperen. En dan doe je al je uitjes in een bakje. IJsbergslaatje. En die ga je gewoon zo nog 1 keer door de helft. Doe je ook allemaal in een bakje, ijsbergsla, uitje en een tomaai. Helemaal klaar. Huppatee. Alle kaas hier begint lekker te smelten. 1 laatste dingetje moeten we nog voorbereiden en dat is cheddar. We gaan onze cheddar even raspen. En dan hebben we hier lekker, dames en heren, geraspte cheddar. Je queso, je kaassausie, kijk dan. Halen we hem van de stoom af. We kunnen onze crunch wrap
samen gaan brengen. Eén zelfgemaakte tortilla. Die leggen we zo in het midden neer. Gehakkie. En dan mag je best wel zo een beetje gehakt pakken. En die droppen we zo in het midden van ons dingetje. Dan maak je gewoon een mooi cirkeltje. Zo. En dan pak je wat van je kaassaus. En dat doe je over je gehakje heen. Huppatee. En wil je nou meer kaas hierop? Pak je gewoon een beetje van je geschirde cheddar. En die doe je zo erop. Pak dan een brandertje. En ga zo een beetje je cheddar een beetje smelten. Crunch Mice tortilla dingetje. Kijk, en die leg je nu zo erbovenop. Kijk zo. Een beetje zure room. Doe je zo op het dingetje. Pak je wat ijsbergsla. Leg je wat ijsbergsla erop. Tomaatjes op. En hier wat gesneden rode uitjes. Gooi je er ook op zo. Doe je nog een klein beetje kaas. Doe je erop. Oh. Kijk, heb ik hier een tortiertje. Heb ik uitgesneden van de andere tortilla. Ongeveer net zo groot als deze. Kijk, zie je? Hij is ongeveer net zo groot. Doe je er bovenop. En dan ga je zo alles een beetje aanduwen. En nu gaan we vouwen. Vouwen is super belangrijk, want we moeten hem straks, als we hem gevouwen hebben, gelijk optillen en in de pan gooien. Dus wat doen we? We zetten alvast een vuurtje aan. Zo, heel een paar druppeltjes olie erin. Zo. En laat maar een beetje heet worden. Je vouwt hem eerst zo. En dan elke keer pak je hem beet in een hoekje. En dan vouw je hem eroverheen. Pak je hem hier weer beet, vouw je hem eroverheen. Draai hem een kwartslag, pak je hem beet, vouw je hem eroverheen. Pak je hem beet, vouw je eroverheen. Laatste stukje. Vouw je zo eroverheen. En nu, dames en heren, moet je hem vanuit hier zo met één hand, terwijl je alles gevouwen hebt, op de vouwkant leg je hem zo in de pan. Kijk. Huppatee. En dan laat je hem gewoon aan één kant lekker kokant bakken. Waarom doen we hem op de vouwkant? Die bakt als eerst en die blijft dan dicht zitten, zodat hij niet meer open gaat. Waardoor onze crunch wrap dicht blijft. Daarna bakken we de bovenkant nog een klein beetje. Crunch wrappie, helemaal klaar. A few moments later. Nu pakken we een beet. Kijk, en dan draaien we hem om. Kijk, en dan zie je dus dat hij mooi dicht is. Bakken we de andere kant ook nog eventjes een beetje krokant. Later. En dit, dames en heren. Oh, oh, oh. Ons crunch wrap is helemaal klaar. We gaan hem even door het midden snijden. Hoor je dat? Zo, kijk eens hier. Oh my god. Dit is de binnenkant van onze crunch wrap. Oh, dit is toch fantastisch? Dit is toch niet normaal? Crunch wrappie, helemaal klaar voor je mondje. Eet smakelijk. En maakt hem crunchy. En er zit een crunchy in. Oh my god. Dit is een structuurfeestje voor je mondje. Bloemtortilla is zacht en een beetje kokant met een gehakkie. Dan zit er een tostada in het midden die lekker crunchy is. En dan heb je een lekker slaatje die knapperig is. En een kaas die wat gesmolten is. Dit is fucking lekker. De structuren die je erin zit, neemt de hap en je eerst zachte bloemtortilla, lekker gehakkie. Dan krijg je een beetje de krokante tostada. Dan krijg je een lekker slaatje sour cream. En alles bij elkaar zorgt gewoon voor dat je een soort orgasme krijgt in je mond. Lekker man.